Zo, we zijn nu in Bremen. Marieke en ik zijn vanochtend om ongeveer 7:15 weggegaan. 7:15 gingen we van huis. Toen waren we precies om 22:00 bij winkelcentrum Waterfront. Die is daar achter. Daar. Zie je hem in de verte. Daar hebben we even rondgelopen. Marieke heeft een mooi trui gekocht. Voor 39 euro. Dat is geen geld. En scheelde 30 euro. Dus toen zijn we vanaf Waterfront zijn we hierheen gelopen. En nu gaan we met de tram dadelijk, die over 5 minuten gaat, gaan we naar het centrum. En als we daar aankomen, gaan we gelijk een beetje iets eten en drinken. Want we hebben nog niet gegeten eigenlijk vanochtend. Ja, thuis. Ik heb een boterham met pindakaas gehad. En net hebben we... We hebben ook geen snoepjes gehad in de auto, hè? En net hebben we nog een blikje kastjes leeg gedronken samen. Dus gaan we straks even eten. Wat gaan we eten? Broodje of weer patat of zo? Broodje. Broodje? Ja. Oh. Oh, jij hebt anders. Oh, dat is alles wel. Dus maar nu moeten we eerst even wachten op de tram. En dan gaan we die kant op naar het centrum. Inmiddels zijn we in het centrum van Bremen. En hier zijn allemaal standjes waar je lekker kunt eten. Braadworst, patat, van alles en nog wat. Kijk, daar is Marieke weer. Hier kun je drinken. Hier gaan we even rechts. Zalm. Kijk, daar heb je de Bremer stadsmuzikanten. Hier kun je van alles kopen. Ja, we gaan terug. En zo lopen we even verder. Dit is nog. Marieke en ik zitten nu in de City Skyliner. En we hebben nu zicht. Während zich onze afzichtsplatform langzaam over heel Bremen. Wenden we ons nog eenmaal de Burgerweide en de Bremer Freimarkt toe. Das Volksfest findet bereits seit dem Jahr 1935 statt und ist mit seiner 981. Auflage in diesem Jahr eines der ältesten in Deutschland. Zunächst als reiner Markt veranstaltet, kamen bereits im 15. Jahrhundert erste Vergnügungsstände und Attraktionen wie ein echter Löwe hinzu. Auf die Zahl.
Orte stattfinden. Etwa auf den Mitternachtsgottesdienst am 27. oder den Freimarktsumzug am 22. Oktober mit 150 Fußgruppen und Festwagen, die sich ihren Weg von der Neustadt über die Innenstadt bis hin zur Bürgerweide bahnen. Und da ist die Kermis. Und daar uiteindelijk naar die rond. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben in wenigen Augenblicken das Ende unserer Reise erreicht. Besuchen Sie gerne im Anschluss unsere Skyliner Bar. Außerdem wollen wir Sie gerne auch an unserem nächsten Standort begrüßen. Zwischen dem 4. und 8. November steht unser City Skyliner auf dem Hochheimer Markt in Hochheim am Main. Das Skyliner Team bedankt sich, dass Sie mit uns geflogen sind und freut sich über einen kräftigen Applaus. We zijn er. Bitte vergessen Sie keine Wertgegenstände an Bord. En ja, we zijn nog op de kermis. Midden op de kermis. Waar allerlei leuke dingen te zien en te beleven zijn. Hier is een grote feesttent. Bayern Festhalle. Politie heeft wel mooie gele kleren en zo, net als bij ons. Valt wel op. Wil je nog in de wilde muis? Dat is niet. Ik kwam even daar. Ja. Lekkere dingen. Wat zei? Wil je die hebben?